Okay, people, let's go to work. Welkom bij een nieuwe aflevering Rollercoaster Tycoon 3, aflevering 8. En vorige keer waren we geëindigd bij die saaie aflevering. Weet je nog, de saaie aflevering? Oh, nou, je moet me niet vertellen hoor, die saaie, wat een saaie aflevering, jongens. Dat was alleen maar aan het bouwen. Ja, dat is nou eenmaal rollercoaster. Je bouwt attracties en je probeert er wat leuks van te maken. Ik ga reclame maken voor mijn eigen kanaal, nu, gelijk. Het zou fijn zijn als jullie ook op mijn andere kanaal willen abonneren. Ik heb er nog geen video's gemaakt en ik ga er voorlopig nog geen video's op maken. Maar het is misschien wel leuk om eventjes gewoon te gluren even. Het heet namelijk DaVinciStyle Games. Ja, je dacht dat dit kanaal heet eigenlijk DaVinciStyle Pro. Maar ik heb nog een kanaal, youtube.com/DaVinciStyle Games. Dus het zou heel tof zijn als jullie even een kijkje willen nemen en misschien willen abonneren. Dat zou heel fijn zijn. Dankjewel, alvast. Nou, ik ga die attractie niet meer testen. Want we weten nu dat die werkt. Het is misschien raar om zo'n attractie met dynamiet bij deze thematisering te zien. Maar ik vind het wel grappig. Ik vind het een heel leuke thematisering. Ik weet niet, het heeft wel iets. Even kijken hoor. Want wij zouden hem nog verder gaan thematiseren. Heel kort nog eventjes afwerkingetje. Hebben we gewoon nodig. Ralph's New Castle, zo heet het. En het lijkt me leuk om eventjes hier bovenop een klein riegeltje te zetten. Dat het een beetje afgewerkter is. En dat het niet zo saai overkomt. Zoiets als dit zou ik dan doen. Zo. Van die riegeltjes, dat maakt het wat mooier, vind ik. Ja. Ik snap niet waarom ik dit nou in het midden heb gedaan. Ja, het kan op zich wel. Oh, ik verwijder alles. Beetje stom dit. Even kijken hoor. Floor. Hebben we nodig? Floor! En dan doe ik deze. Daar. Kijk jongens, dit ziet er leuk uit. Alleen, ik heb hem andersom, moest ik hem doen. Haha. Jullie zeggen ook helemaal niks. Zo, kijk. Zo is die mooi, jongens. Zo is die mooi. En die gothic lamps. Dat zijn echt hele kleine detailtjes. Die ga ik ook gewoon toevoegen. Echt YOLO, hoor. Echt YOLO. En dan doen we hier nog een lantaarnpaaltje. Dat is echt hele kleine detailtjes. En oh, die jutti. De jutti. Kijk nou. De jutties. Oh, die gaan we die jutties plaatsen. Oh. Jutti, jutti. En wat zijn dit dan? Oh, dat zijn een beetje die YOLO dingetjes. Oké. En pilaatjes. Oh, kijk nou, die details die moet je eigenlijk doen. Hè? Die details, daar draait het om in het spel. En die details kunnen we wel even kijken. Waar kunnen we die neerzetten? Is dat mooi? Nou ja, ik vraag me niet af of het mooi is. Ik ga het gewoon plaatsen, klaar. Plaats ik hier gewoon door de object heen zo. Bam. En dan, daar doen we dan kleine torretjes van maken. Kijk. Ziet er schön uit, hè? Zo. Oeh, wat mooi. Beetje Efteling, vind je niet? Roof. Roof Basic. Nou, Roof Basic hoort hier niet op, denk ik. Even kijken hoe het staat. Nou, dat kan op zich wel aardig passen, denk ik. Ik denk dat dit wel aardig past. Ook is het too big. Ik zou wel eventjes dit kunnen doen. Het is echt wel heel huge hoor. Maar het gebouw is ook op zich best wel huge. Zo, we kunnen ook dit doen zo. Dan rondt hij hem af. Ik zou hem ook naar achter kunnen door laten lopen. Ik denk dat het nog vetter is. Kijk. Ik maak gewoon één gebouw ervan. En dan kunnen we alsnog daarin ook misschien nog later een paar kraampjes maken als we willen. En die loopt dan af. Aan die hoekjes. Zo. En klaar is Kees. Denk ik. Ja, dit moeten we allemaal opvullen. Ja, dat zie ik toch wel, Vincent. Gezeur altijd voor jullie. Plaatsen we hier twee torentjes op. Zo. En op de andere kant ook eentje. Daar komt hij hoor, jongens. Zo. Kijk eens, twee van die torentjes. En dan gebruiken we gewoon. Even kijken. De muur? We pakken gewoon de vlakke muur. Dus dat is de wall 3H. Die moeten we echt onthouden, jongens. Want die moet echt vaak gebruiken. En de wall 3H, die zetten we YOLO neer. Die mag wel iets anders geplaatst worden. Even kijken.
Die kan op zich wel. YOLO hoor. Het kan wel op zich. Het is heel vervelend bouwen zo, maar 2, 3. Vooral voor dit, er gaat er gewoon doorheen, jongens. Oh man, wat haal ik dit spel. Waarom speel je het dan, Vince? Dat weet ik niet. Vraag me niet van die moeilijke vraag. Beetje YOLO spelletje dit. Zo. Ziet er echt niet uit, jongens. Oh, wat haat ik dit. Daar ben ik aan begonnen, maar ik vind het mooi zo. Ik vind het leuk. Anders wordt het zo kaal. Ziet het niet uit, joh. Heb je als je gaat bouwen en dan zie je niet waar je hem bouwt, die muur. Nou, ik doe het maar op gevoel. Gewoon een blok ervan. En dan bedekken we dat gewoon met een paar stenen of zo. En dan maken we die. Maken we deze. Maken we dan van. Dit gewoon. Dan zie je er niks meer van. Problem solved. Yay! En dan zou je eigenlijk dit ook nog moeten door laten lopen. Ik maak het dan gelijk af en nu top bezig ben hoor. Zo. Ja, en hier moet dan. Zie niks van, toch? Prachtig. Ik zou het zo doen. Ik doe dat laten we afwerken. We gaan door. Dit gaat te lang duren. Oh, stomme attractie. Even kijken. Pakken wij een stukje heg weer? Een stukje kleine heg heet het toch? Kleine heg. Ik geloof kleine heg. Dat is deze. Kleine heg. Zo. En dan kunnen de mensen gewoon kijken van. Oh, wat een mooie attractie. Daar willen we in. Nou, ik ga nooit in zulke attracties. Weet je dat? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Nou, dit nog even afmaken netjes. Ik plaats allemaal zijwaarts. Ik weet ook niet waarom. Zo, eromheen zo netjes. Huppakee. Werk het gewoon helemaal af. Zat die in het midden, zag je dat? Van de camera. Zo. En deze plaatsen we dan ook een beetje. Oh, YOLO. Zo, op deze manier. Ik ben altijd een beetje stil als ik zoiets bouw, want dan probeer ik me toch op een of andere manier te concentreren. Kan er niks aan doen. En wat gaan we hier bouwen, jongens? Ook weer een leuke attractie. Zo snel al! Vince! Niet doen! Oké. Ik pak een Smedic van My Buildings en ik plaats gewoon een horde aan bomen. De bomen nemen de wereld over, jongens. YOLO! Zo, kijk eens, allemaal bomen. Kan ik die hier niet gewoon plaatsen? Oh, hij begint te lekken, zie je dat? Nou, je hebt gezien. Kijk eens, jongens, zo makkelijk maken wij dit spel. Kijk dan, staat gewoon een heel bossenpark hier. En we gaan hem hier schuin maken. Je weet het van Minecraft, schuin. Dan bouw je ook zo, hè, weet je wel. En het lijkt me leuk om dit ook gewoon schuin te maken. Zo. Even kijken hoe we dat doen. Zo geloof ik, hè. Ging dat? Of niet? Of ging die zo, toch? Oh, nu weet ik het niet meer, joh. Nou, we laten hem gewoon zo gaan, zo. Ik hoor eenden. Hoor je dat? Ik hoor eentjes. Waar zit... Daar, eentjes! Dan moet je op klikken, dan moet je op klikken. Wacht even. Zo, let op wat we gaan doen. Kijk, je moet op die eenden klikken. Dit is een eenden. Hoe moest je dat doen ook weer? Ja, kijk. Sommige eenden, die worden kaal. En je moet net op de goede klikken, want... Kijk, die wordt nu ook kaal. Die wordt ook kaal. Ik wil ze allemaal even kaal maken, jongens.
Nou, nog een paar eenden over, kom op. Die. Oké, nu zijn ze bijna allemaal kaal. En nu zijn ze verdwenen. Oh, daar zijn ze. Kijk eens, allemaal kaal. En nu doe ik play en let op wat er gebeurt. Pats! Allemaal kaal geplukt. Stomme eend. Wauw. Sorry, ik liet me even gaan. Deze moet zo een trappetje. Het is allemaal trapzwaarts, hè. Zo. Nou, dit kan wel, toch? Leuk zo'n kronkel erin. En ik denk dat het pad gewoon hier naar voren loopt zo. Zo. We hebben nog een heel stuk. Moet je kijken wat we nog hebben, joh. Jeetje. We hebben nog een heel stuk. En ik wil ook nog een hele vette dark ride maken, dat weten jullie. Maar dat gaat heel veel tijd kosten. Hier maken we ook iets kleins. Ik denk een glijbaantje of zo. Gewoon een rustige attractie. We hebben nog wel een glijbaantje ergens. De spiraalglijbaan. Een hele bekende attractie in het park. We kunnen ook de enge... Ik denk dat we beter de... je hebt ook de superglijbaan. Die stond volgens mij bij de enge attracties. Ik weet niet wat de enge aan is. Maar in ieder geval, er staat wel ergens een hele lange werper hier. De reuzenglijbaan. Kijk, die kan je zelf bouwen. Dat vind ik prachtig. Oh ja, joh. Kijk. Kijk, dit vind ik prachtig, jongens. Je kan je zo hoog maken als je wil. Nou, ik vind het mooier als er een hoge glijbaan is. Dat vind ik prachtig. Let niet op de ondersteuning. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar ik zou hem ongeveer zo hoog maken. En dan stoppen we met bouwen. En dan moet je zeggen van... Oh, jongens. Ik weet niet wat hij doet. Nou, sowieso gaan we de kleur veranderen. Dus dit rood krijgt sowieso een veel leukere kleur. Ik denk een beetje hout. Houtskleur moet dit worden. En dat wit vind ik eigenlijk wel heel erg leuk erbij staan. Nou, hier is de ingang. Dus ik denk dat wij sowieso... Kunnen wij geen ingang maken dan? Of moet die nog hoger per se? Nee, toch? Je kan toch zeggen van nu stopt die? Hoe werkt die attractie nou, jongens? Oh, hier. Ingang. Oké, hier de ingang en hier de uitgang. Waarom zit hij nou aan die kant? Jammer dit. Moet je hem helemaal laten omlopen. Nou, het kan op zich wel. Als wij... En dan zou je dat zo moeten doen. Ik weet niet of dat eruit ziet, dit. Oh, waarom moet dat nou aan die kant? Ziet er niet uit. Dan moet je het zo doen. Kan even niet anders. Dan moeten we het zo doen. YOLO. En dan maken we hier omheen ook weer dat pad. Moeten we ook helemaal door laten gaan. Met de kleine heg natuurlijk. Jullie wisten het al. Jullie gaan het wel leren. Het komt wel goed. De kleine heg gaan we er omheen doen zo. De bankjes en dan moet je natuurlijk ook allemaal doen. Hè? Je moet de bankjes doen, die prullenbakken wat we in het begin deden. Van de aflevering 6. Leven we echt elke keer zo van die bankjes, prullenbak, lantaarnpaal. Bankje, prullenbak, lantaarnpaal. Zo blijf je doorgaan. Heel het pad gewoon. Lekker simpel. Zo. Zie je dat het wat toevoegt, dat hechtje? Dat het wat minder kaal wordt. Ik vind het zo prachtig. Ik vind het prachtig. Nou, ik vind het dan prachtig om deze attractie te zien. Is dat nou zwart? Nee, dat is donkerbruin of zo. Raar, lijkt het zwart, zie je dat? Is het echt geen zwart? Even kijken. Nee, het is ook bruin. Ik doe wel lichtbruin, denk ik hoor. Want het oog valt donker, zie je dat? En in de volgende aflevering beloof ik dat we alvast het park open doen. Dus dan gaan we wel wat bezoekers zien en zo die het park ingaan. Want het is allemaal een beetje kaal nog. Maar ik moet ook nog entertainers inhuren. En dat doen we dan in de volgende aflevering. We gaan nou even een beetje een klein parkje bouwen. Dat we wel een beetje iets hebben alvast. Want we hebben nou al 4 attracties. En het gaat lekker. En dan wou ik hier ook nog wel wat gaan maken. Een beetje vol moet het worden, hè. En dan maken we hier gewoon een heerlijke... Even kijken. Wat zullen wij doen? Theekopjes attractie, dat vind ik ook een prachtige. Maar we hebben allemaal van zulke. Dus ik denk dat wij gewoon een heerlijke YOLO-baan gaan maken. En een YOLO-baan, dan bedoel ik de andere attracties. Dit zijn de andere attracties. Het wordt mooi weer, let maar op.
alsjeblieft, nog één, nog één. Nee, shit. Oké, het wordt rot weer. Sorry mensen, het wordt echt rot weer. Excuus. Oké, de helikoptertjes vind ik prachtig. Ik denk dat we het bij antieke wagentjes gaan doen. Antieke wagentjes! Ik wil in antieke wagentjes. En ik weet al precies wat voor stationnetje we hiervoor gaan maken. Ik weet het precies. Oké, we maken hem hier aan vast. Zo. En we gaan een klein conceptje maken. We gaan een klein baantje maken. Nou, het is leuk als mensen kunnen zien hier aan de zijkant dat mensen in een autootje rijden. En hier maak je dan een bochtje. Zo, en dan gebruiken we gewoon dit gedeelte, denk ik. En dat kunnen we heel makkelijk doen door dit af te sluiten. Zodat je kan zien wat voor gebied we kunnen gebruiken. Kijk. Zo. Kijk, dit kunnen we allemaal gebruiken nog. Nou, dat is een aardig groot gebied. Makkelijk, hè, dit? Dat is prachtig, dit, joh. Ga je lekker langs de natuur, jongens. Hè? Dan zie je... Oh, kijk eens wat een mooie bomen, schat. Zo, dan ga je hier langs, zo. Oh, tulpjes. Dan ga je hier een gebouw in. Oh, jongens. Wordt nou niet gekker worden. Best wel een lange baan hoor dit. Dat mag ook wel. Ze mogen ook best wel een keer gewoon een tijdje in de attractie zitten. En dan mogen we hier wat omgeving kunnen we nog doen. Misschien wel leuk als ze elkaar weer meeten. Zie je het zoiets? Ook wel leuk hoor. Gewoon een simpel baantje hoor, ik ga het niet moeilijk maken. Zo. Zo. Een vrij lange baan. Hij is leuk, simpel. Maar hij is leuk. Daar gaat het om, hè. En die moeten we verplaatsen. Deze moet daar komen. Dus die. Dan heb ik het verkeerd gedaan. De uitgang. Waar staat het ook weer? Die moet daar... En die uitgang moet daar. Zo. Nou mensen, ik ga zo meteen al afsluiten. Ja, wat kortere aflevering dan normaal. Maar het is al heel laat hier. Het is al laat bij mij, joh. Ja, ik heb het 's avonds opgenomen. Leuk om te zien misschien. Even kijken hoor. We doen nog een heel klein beetje thematisering. Dat zijn natuurlijk die bloemenperkjes. Oh, die zijn zo mooi, joh. Maar ik wil sowieso, we gaan even kijken waar we huisjes gaan doen. Want ik had ergens deuren gedownload. Ik weet niet waar die staan. Maar ik had in ieder geval deuren. Dat als je, ja, als je aankomt, dat het dan open gaat natuurlijk. Maar dat weet ik niet meer zeker. Sowieso lijkt het me vet om... Kijk, dit zou je wel doen. Even kijken, dit past denk ik niet hoor. Ik denk niet dat het gaat passen. Nee. Deze. Deze wordt mooi. Denk ik. Ja, dit kan wel. Pak weer een gebouwtje. Zo. Zo. En dan... Is een best wel een groot gebouwtje dit. Dat je aan twee kanten dingen kan doen. Nee, zo. En dan maken we heel simpel dakje erop. Maar dit moeten we nog van binnen inrichten natuurlijk. Oh, dit is zo leuk. Kijk dan, dit is zo leuk. Kijk. We moeten wel iets hoger maken hoor. Oh, wat leuk. Ik vind dat zo geweldig. Ik zou hier ook heel graag in willen zitten. Dat kunnen we ook gaan doen hoor. Dat gaan we ook zeker doen. Zo, je wordt iets hoger dit gebouwtje. Zo. Voilà. En dan komt er dadelijk een dak op. En die dakken die gaan we kiezen van deze specialiteiten. We gaan bijvoorbeeld deze dak nemen.
En wij zeggen van, wij nemen de kleuren. De kleuren nemen wij in een bepaalde kleuren zoals bruin. En bruin kan heel mooi aanslaan op die mooie gebouw van die stenen. Zo. En dan kunnen wij bijvoorbeeld de rooftop zo. Kunnen wij een mooi gebouwtje maken. Maar ik ga hem nog niet helemaal bedekken. Want dan kunnen wij de binnenrichting heel slecht zien, zeg maar. Dat is wel een beetje het nadeel. Kijk, als we dit natuurlijk een dak erop gaan, dan kan je niet meer goed bouwen. Bij Minecraft is het natuurlijk heel anders. Kijk, en dan kunnen we als vloerbedekking. Ik zag een paar vloertjes. Waar waren die vloertjes dan? Ik zag er een paar vloertjes. En we scrollen. Dit heet niet Rollercoaster Tycoon. Dit heet Scrolling Coaster Tycoon. Kijk, en dan maken we een soort van hout. Kijk. En kijk, nu hebben we een ondergrondje. En dan kunnen wij objecten erin gaan plaatsen. Maar wat voor objecten? Nou, dat gaan we volgende keer gewoon doen. Ik ga hem lekker opslaan. En in de volgende aflevering gaan kijken of we dit verder gaan thematiseren. Dit hele gebouwtje. En dan zie je hoe we dat verder gaan doen. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei!